Und da ist aber die Game Plan am Lager Central Park zu gehen. Rustig op ons gemakje. Kijken wat er allemaal te doen is. Ze zijn daar gisteren heel even gepasseerd. Maar het was al veel te laat om binnen te stappen en dergelijke. Dus nu is het van kom, oké, rustig op ons gemak. Dan kunnen we daar dat we een dagje kunnen beneden van een dagje op ons gemak. Dus Swat, wij gaan eerst even ontbijten. Want we hebben behoorlijk veel honger. Echt super veel honger. En dan gaan we naar Central Park. Momenteel zitten we in 52nd Street, kort tegen Central Park. We zijn juist een goodwill store gaan doen hier in de buurt. En nu zijn we van plan om rustig te gaan naar Central Park zitten te gaan. We hebben ook zo'n hip-hop soort winkeltje gevonden. We hebben ook eigenlijk een nieuwe klak gekocht en dergelijke. En ja, best wel vrij chille straat hier om zo te zeggen. We hebben tamelijk veel winkeltjes. Dus ja, de moeite. West entrance van Central Park. Even een keer aan het zien dat we hierheen moeten, maar ik denk dat we langs richting door kunnen gaan. Of langs hier, maar ik ken niks. En wat dat je hier ziet, dan noemen ze de Billionaires Hotel? Clip? Ik weet het niet. En ze één appartement daarvoor is echt extreem duur, hoewel de meeste dingen daarvan onbemand zijn. Dat die prijs echt verschrikkelijk hoog is. Maar ja, wij zijn nu aan het genieten, gewoon in Central Park zoals je ziet. Lekker, op ons gemak. Allemaal schildpadjes. Oh, super. We pakken er een mee. Nee, die benen. Ja, hier. Hola! Hij gaat erop komen. Nee? Hoe fucking lekker is deze manier? Kijk mooi. Ik ben nu zo als even gezeten op stenen en gruwelijk. Wat een plaats gewoon. Jezus. Het is eigenlijk een soort van bike lane plus allemaal zo vrachtwagentjes van hier om zo te zeggen. Zoals je ziet, allemaal fietsers is eigenlijk gewoon fietsingers. Die rechterkant is eigenlijk voor de joggers. We hebben geen bier uit in principe, maar zwart. In bier zit ook water, dus aan bier geen hand. En hier zijn we nog altijd trapjes aan het doen. Ah, groot park, echt fameus park eerlijk gezegd. Ik had niet gedacht dat het zo groot ging zijn. Maar ja, zwart, Central Park is sowieso altijd groot. Stadpaard. Maar echt wel super, super, super rustgevend. Ah. We zullen misschien naar best naar links gaan, hè? Dan gaan we zo, rond. Amai. Het is vandaag bakken er vanaf. Het is echt vandaag bakken. Een beetje warmte. Zo schattig. Kijk, zo klein. Dag, vriendschap. Wij staan hier echt zo eekhoorns spotten. Wat doe je in Central Park? Eekhoorns spotten. Maat van mij een joke goed, dus voor een van de foto trekken. Dus dan hebben we dat ook maar gedaan. En dan hebben we toch in Central Park zitten, dus
Alsjeblieft, ze worden er zelf ook beelden van. Je hebt ook al de foto's. Hoe heb je beelden van? Kennister, we hebben jullie zo gevonden. Hij is hier niet rotverdomme, de Kevin. De junkie. Schoon hotel, potverdikken. Maar... van mij zuur. Vivian is er zes. Ik heb zo'n pepperoni pizza genomen. En die jongens, de hotpasta die we hebben. Dus we hier van een roosje moeten krijgen. Zeker alvast naar je komen. Zoals gezien zijn we nu terug in ons hotel.
is rond dicteren. Eens na 11 uur, we hebben de tijd op de tafeltjes gehouden. De juiste 7-Eleven naar huis gedaan. Sigaretten waren op, dus misschien een sigaret hebben. Nu gaan we een circus klaarmaken om in bed te gaan kruipen. Omdat we morgen alleen een drukke dag hebben. We hebben nog 2 dagen dat we in New York zitten, dus we gaan die 2 dagen nog even goed beleven en verschillende dingen doen. Wat exact gaan we waarschijnlijk wel zien in de volgende vlog. Vond je deze leuke vlog? Doe dan op het vind ik leuk knopje en ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Ciao, ciao!